Ja mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Bij Onze West. En vandaag doen we een nieuwe game genaamd Warface. Ik weet niet wat ik er nog van moet verwachten. Het heeft ook Team Deathmatch. Zoals je ziet, het is een soort Call of Duty denk ik. Alleen dan anders uitgewerkt. Dus als je doet de zaak wat te zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Zoals je ziet heb ik auto schieten uitgezet. Ik heb wel aim assist aanstaan. En ik heb gewoon een machine gun en dan secondary een shotgun aanstaan. Dus hopelijk gaan we dit potje winnen. Oh. Ook al denk ik dat in dit soort games aim assist of automatic schieten toch wel handig kan zijn. Oh, in de rug. Want dit is richten en schieten apart, niet in combinatie. Wat niet best wel fijn, niet kan fijn kan zijn, ja. Ja. Wat moet je hiervan zeggen? Het gaat soepel. Even kijken. Controls, auto fire. Yes. En respawn. Ik ben ook alleen maar te richten. Kijk. Dat scheelt al heel wat. Headshot. Oh, ik heb ook nog een handpistool. Nice. Dit maakt het heel makkelijk, killchain, ja. Nice. Oh, ja. Shit, ga ik dit overleven? En ik overleef het. Hoe dan? Niet voor lang. Kan ik je wel zeggen. Oh lol, daar stond gewoon iemand. Ja. 39-11-3. Ja. Wat moeten we hierop zeggen? Het ging best wel goed. ik denk dat we... we gaan gelijk door naar het volgende potje. En dan zijn we weer met het tweede potje van vandaag. Even kijken. Linksboven kun je wel, is wel een goed minimap. Zo. Oh, dezelfde map. Oh. Ouch. Zo. Ja, dit was jammer. Dit was jammer. Hier had ik iets meer van moeten maken. Nice. Teammate, wat deed je? Nee, maakt niet uit. Het is eigenlijk mijn eigen fout. Zo. Bijna. Wat? Hoe de hel was ik dood dan nog? Shotgun. Ja. Yeah.
Nice. Tweede potje ook alweer gewonnen. Ja, dat is wel grappig en leuk. Nou, we gaan gelijk door naar het derde potje. Zijn we weer bij het derde potje. We zijn naar Team Groot en in een andere map, dus... Ik ben benieuwd. Het is wel erg rustig. Te rustig. Ja, hier is een span. Ja, ik moet zeggen, ik ga aan de andere kant staan. Ja, ik wil zeggen, af en toe daar richten is nog niet helemaal, maar... Zo. Zo, lekker headshotje. Ja, hun span zit daar dus. Ja. Zeg, dat was wel te voorspellen. Dat was wel te voorspellen. Nice. Zo, even helpen. Nou, ik weet niet wat de game deed, maar... Ja, daar klopt eigenlijk wel vrij weinig van. Oké. Okay. Nice. Even herladen. Ja, 2 hits. Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk een sterke wapen. Zo. Zit er nog hier eentje? Zo. En ja, ik heb weer dik gewonnen. We gaan gelijk door naar het vierde potje. Mensen, welkom bij het vierde potje van vandaag. Nee. Weer een nieuwe map. Ik ben benieuwd. Zo. Denkt hij om te lopen? Denk het dus even niet. Gooit een granaat. Mooi. Wist je nou?
Ik ga een granaat gooien. Pushy. Ai. Zo. Dat was nou weer jammer, maar we hebben al weer gewonnen. Wauw. We gaan gelijk door naar het laatste potje. Mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Ik heb er wat attachments opgegooid. Dus ik heb een schiet. Hij is wat sterker. Ik heb er een scope opgegooid en een laser sight. Dus de range, de damage. Oké, maar de range, de damage en de range, de damage en voor mijn accuracy en de accuraatheid is verbeterd. Dus dat is mooi. Zoals je ook ziet. Ja, wat zeg je, hier sta ik dan in het voelen in het... vizier. Dat maakt niet uit. Ik doe gewoon iets dichterbij kruipen. Hè. Ja, nu gaan ze alleen maar granaten gooien. Nee, geen granaatkill. Bart. Granaatkill. Kun je voornamelijk dood door granaten. Ja, wat moet ik op zeggen, hè? Ja, mijn eigen team gooit ook heel de granaten, maar ik niet. Ik vind granaten een beetje op pushy stijl. Zo. Ik zeg één keer maar goed graag en ik ja, ik ben neer. We staan dan wel een beetje te campen. We spanken of spankillen maar. Hey, we kunnen sliden. Oh, dat helpt zo erg. In de movements. Oh mijn god, dat helpt zo erg in de movements. Oké, heb ik. Oh, wat? Nou. Ik geloof het niet, maar het zal wel. Laatste potje ook gewoon dik gewonnen. Dus als je dit vaak wilt zien, abonneer, reageer, like, zeg in deze video. En dan zie ik bij het volgende potje van Warface of iets anders. Bye mensen.